zijn nu halverwege, we gaan naar ronde 7. En dit is zo moet er gebeuren met die stijl van Marlon Roop, Vladimir de Schoen, regerende, veelvoudige kampioen. Tegenover hem daar daar Tyson Fury, Marlon Roop. Een soort bravoure bij Klitschko. Ik mis een soort van do-or-die mentaliteit, van ga in. En uiteraard, hij is een kundige bokser. Ja, maar wat je ziet, dat hij op zoek is. Hij is op zoek en kan niet de opening vinden. Hij zit nog niet lekker in de fire. Ja, maar we zijn al mee. Lastig met die man. Glad, brutaal en een bokste heel overtuigend. Ja, dat is een tijdje. Dat wordt er niet mooi van. Weeks heeft alle moeite om ze te scheiden in twee reuzen. Dat zijn nu grote mannen. En er is zeker terughoudendheid bij Klitschko. Ik weet niet wie we kennen van de vele schouder die gescoord heeft. Niet de man die komt bij Poel op de zaak stond, die kan alleen pijn eruit houden. Het is een uitermate muziekschapen, voorzichtige, aarzelende. Je ziet er rond het zeker ook dat hij het heel goed kan ontregelen. Tyson Fury ontregelt eigenlijk het spel van Klitschko. Zeg je dat? Hij laat zich ontregelen. Ja. Zij gaat erin mee. Ik vind niet die strategie, die lijn, om dat te doorbreken. Dat is moeilijk. Er zit ook geen veel bloed in, geen veerkracht in het ogenblik. Het linkeroog. Dat kan meer en meer de kleuren die niemand hebben als je een boxer bent. Het houdt niet bij het vertrouwen. Maar hij hoopt ook niet schelen. Hij hoopt ook niet voor zelfvertrouwen. Hij hoopt niet als de kampioen. Hij is de man die zegt. Steeds meer overtuiging. Ja, hij mist overtuiging. Die mist hij volledig. Hij is kampioen in WBA, WBO, IBO, IBO, kort op en hij staat daar. En hij pakt vast, hij houdt af, hij aarzelt, hij gaat niet naar voren. Hij zoekt en hij kan niet vinden. Komt niet overweg met deze vervelende lange Tyson Fury. Die meer en meer groeit in de wedstrijd, ook dat. En kijk eens hier, handen op zijn rug. Je moet hem natuurlijk ook bij de kampioen. Handen op zijn rug. Ja, maar is dit genoeg om te winnen? Is dit genoeg om de tactiek van de Griekenland te gaan en te ontregelen? En dat zie je ook. Heel impressed en gek vinden. Maar ik bedoel, is het genoeg om wereldkampioen te worden? Voor mij nog niet. Maar het is wel een manier om Griekenland over en neer te maken. Ja, ja. Zin te maken. Daar zal het gaan. En dan hebben ze een uitstekende dag bij een doel dan bij Tyson Fury. Hij zit in de minuut. Nou, ben benieuwd. Ik wil de stand al weten, jongen. Ja, ik heb toch een lichte voorsprong voor Fury, hoor. En dat had ik echt niet verwacht. Ik had geen moment dat ik gedacht had, ga hier op dit sowieso al. De lengte van Fury. Die vooral heel goed een familie uitwerkt. Ja, het gezicht van Victor die twee boeren, hij heeft bepaald dat is lekker. Hij is niet zijn broer hier in wedstrijd rijden, niet de niet zijn broers is. Hij heeft een goede maal. Het kan hier gaan, stay long. Hij staat 6 minuten, ja. 6 minuten, jam to jam to here. Hij gaat jam to jam, hij gaat die voor aan, die linker aan. Staal, hier de overtuiging en bij Klitschko nou, we zijn in de laatste ronde. En ik heb een lichte voorsprong staan voor Tyson Fury. Op mijn kaartje uiteraard voor de Maris. Maar we kijken maar gewoon of Klitschko in staat zal zijn deze partij omgedraaid. Dr. Stilhanger. Vladimir. Vladimirovic Klitschko, zoals hij heet. Dat staat helemaal. Het kampioen. Maar hoe lang nog? Als helper vergeten. Zijn mond is er
that this is good for Fury. Ja, is er op jouw briefje wel, maar ik weet het nog niet, ja. Om kampioen te worden zul je toch wat meer moeten doen, vind ik hoor. Ja, zo'n grote meester te blijven ook, ja. Ja. En dan weer zijn, daar staat nog geen grote op. Als jij houder bent van Lidia, Lidia heb je Kio al lang gespeeld, zelfs waar. En dan moet je zo'n wedstrijd. Maar weer zijn, Fury is niet de man die Klitschko ooit was. Dat is Klitschko zo niet meer. Je ziet hem minder worden in die wedstrijd. Dat had ik veel zeggen hoor, voor deze Vladimir Klitschko. Fury, oh, we zeggen hetzelfde, doet hetzelfde. Die hebben ook in de eerste ronde af. Ze meer en meer tackles laten gebruiken. Nu is het ook weer. Die slaat toe bij Klitschko, dat zie je ook. Het linker oog, onder het been, dat is gezonder. En het lijkt er niet op alsof Klitschko een oplossing heeft gevonden voor het probleem voor hem. Rechterhand niet brengen, zijn zwaar rechterhand komt er niet. Ook als Klitschko een desastreuze war machine, zeg maar, die de vorige iedereen eruit lepte. En daar is geen schrijf over. Allemaal omdat die Tyson Fury daar ontzettend irritant op de piemel is en de knieën. Maar hij wil het wel. Leunt die druk zijn lengte goed? Ja. Die linkerhand ligt laag, maar hij wordt niet geraakt. Dat is zijn kracht. En daarbij heeft verklapt die echt raak komt, hoor. Ja, we kunnen concluderen dat de Vladimir Klitschko op geen moment eigenlijk wil zien. Dat is zeker hoor. Kijk, ik zal wel niet veel raak in deze ronde, maar ja. Het wordt krap. Ik sluit ze maar door. Advies van die moeten meer aan gaan doen. Ja, dat lijkt mij een duidelijke zaak dat ze meer aan moeten doen. Want dit gaat er niet winnen zo. Natuurlijk, hij moet zien en thuis als hij nog meer. En hij is kampioen. Maar het gezicht van Banks en de trainer spreekt niet meer. Als champ zul je meer moeten doen. Maar als kampioen zul je ook zo moeten overtuigen om die te kondels mee te nemen. We kijken naar Klitschko en Tyson Fury. Tyson Fury in het groen, Klitschko in het rood. In een wedstrijd die een zeer andere wending neemt dan dat menig had verwacht. We hadden allemaal gedacht dat Klitschko de korte metten zou maken met Fury. En die met zijn handen aan de benen op zijn rug staat voor Klitschko. En toch durft Klitschko niet aan om dan... Geen antwoord. Ja, hij raakt zelf bijna mijn wortels totaal niet aan. Ik zit dus een referee schijnt aan bij de mannen. En verder, ik ben benieuwd wat de waardering wordt van de juryleden. Wat waarderen ze nu, hè? Klitschko die wat zoekt, of de man die constant ontwijkt en af en toe met wat puntjes komt. Maar laten we wachten dat een harde wedstrijd ze worden in ieder geval. De KO zou vallen wat erop toe. Dat een of andere een strategisch spel waarbij ontweken wordt, waarbij vastgepakt wordt, waarbij geïrriteerd wordt, waarbij mensen elkaar proberen te ontregelen. En waarin tot nog toe Tyson Fury, wat mij betreft, een betere ontregelaar is. Want Klitschko die raakt niet. Ja, hier wel. Die zou misschien wat kunnen gaan doen. Wat
Christine gaan we nu maar meenemen hier. Dat kan je nou laten zien, waarom is hij zo afwachtend? Ja, kijk hier! Ja, 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 ja! Ja. Zo! Dit maakt Fury alleen maar sterker. Dit is een heel, heel cruciaal moment, zeg. De rug naar de tegenstander draaien. Drie, vier klappen binnen. Hij heeft onzekerheid bij Klitschko. Van de tegenstander meegemaakt. En hier in deze ring staat en hier staat de schudden. Spijt me neer. Ja, dit was voor mij de omkeer, hoor. Vooral. Dit moment waar hij zich omdraait. Kijk, en de overtuiging is totaal weg. 12 seconden in deze 9e ronde. 9e ronde die mij betreft ook weer richting Tyson Fury gaat. De man in de groen die weer een ingestoken maakt. En meer en meer brutaler wordt ook. Ook dat zie je gebeuren. Zo, we gaan naar Fury. Deze ronde gaat naar Fury. Ik ga met je mee. Zo. Ja, en we hebben nog wat die ronde geheimers. Dus ja, de vele duizend fans van Sakamaki Klitschko. En dat zijn natuurlijk heel veel, want we zijn zeker in Duitsland. Maar hier toch een mooi terug te zeggen, ja. Maar het heeft volgens mij een effect op Fury die een beetje lacht. En daar die boemt. En die was ook heel goed. Het gaat een beetje een ommekeer aan in de wedstrijd op Sakamaki Klitschko. Je begrijpt niet hoe Klitschko zo valt. De kampioen die hier niet in zijn beste dag heeft. En luister naar hem, hij loopt ook achter Fury aan naar de oortjes. In plaats van die ring af te snijden, want die begint er goed mee. Ja. En dan hebben we steeds groter ook. Dat zie je ook bij van zijn kaliber. Die man die is zo vaak in die ring geweest. Kan het zo goed besturen. En hoe is het nog niet zachter te Fury aan? Op zijn benen en wegdans, zijn benen niet te raken is. Moeilijk in deze. Hij komt er niet bij. Links rechts voorstaan. Ja, en dan kun je ook vragen, gaan we nu aan die 39 jaar kantoorhuis. Die vele, vele jaren van ringarbeid. Hij is 9 jaar nog nieuw geweest tot op toe. Nog 9 jaar. En nog 3 ronden op de vecht, jongens. Hij heeft drie internet title defense gedaan. Voor dit zijn de laatste. Het zou niet verbazen als ze doorgaan. Trek hier bij de vuur. Ja, dit zou een sensationele overwinning zijn wanneer dit zou gebeuren. Maar ik zie wel dat hier weer naar de wijk komen. Klitschko overtuigt mij absoluut niet. Geen moment om op de wedstrijd te zijn. Fury, ja, als hij nog, hij zou toch nog wel een moment moeten hebben, hoor, neem ik aan. Ja, dat is het. Dat is het. Dat ieder moment ver afgelopen zijn, ook in de laatste 12 ronden. Maar is het niet gebeuren zo? Klitschko gelooft er zelf niet in. Gaan we het meemaken? Ja, dit is een ervaring voor de vele boxkenners en die verwerkers, want geen mens als je maar doet. Hoe ik dat niet zo leuk. Fury die, zo lijkt het, de methode heeft gevonden om de strijdwijze van de Fysico overleden te ontregelen. Als je lengte goed gebruikt is, dan gewoon aan een gestoot. Die wordt ook nog in het parlement. Links, rechts, voorstaan.
En Klitschko heeft er geen antwoord. En niet in deze titel kan het zijn rechtszaal niet brengen. Te weinig. Je ziet het vertrouwen groeien bij Thijs en Fury. Oh, die hebben er weer door. Sorry, jongen. Hij boekst weinig, hij beweegt veel weg.
Maar tussendoor pakt hij steeds een stoot ermee, hoor. Die zwaaien handen van hem. Arm hier, ja. Voorkeur naar uit. En dat is nu het geval. Nou ja, mijn voorkeur gaat naar de betere box
wat zwaarder. En hetgeen wat Tyson Fury ontzettend gedaan heeft, is wat ik al zei, de boel ontregelen. Gewoon ervoor zorgen dat Klitschko niet kon boksen. Ja. En dat heeft hij uitermate kunnen gedaan. Maar ja, het zal me benieuwen. Van nou, dat zijn onze woorden waren. Ja, ik ben benieuwd. We gaan kijken. En ik denk, de keer Tyson ook. Ja, met de zin dat hij in de zaal heen, dat wil ik zijn. We hadden verwacht dat hij een Klitschko met de maat zou worden. Ook toch opgelucht hoor, nog redelijk opgelucht. Ja. We zullen het eens gaan kijken. Tuurlijk, Klitschko bokst eigenlijk een beetje thuis hier in Duitsland. Ja. Zo. En is wereldkampioen, dus dan moet je er wel heel wat brengen om die kampioen te verslaan. Hè? Ja, en dus het zal dan hangen. En ook dan kunnen we meenemen dat Tyson Fury niet de meest aansprekende wereldkampioen in de Rondland. Nee, als die dat zou worden. Ze kunnen dan ook gelijk spel zou ook nog kunnen. Ja, dan blijft het. Maar dat zie je echt zelden in de wereld. Ja. Ik moet zeggen, volgens mij, ik weet niet hoe de regels zijn, maar het kan zijn dat er een kampioen moet komen. En hij zou ook weer een optie nemen. Nee, zeker niet. Dat denk ik niet. Nou, ik denk hier, iedereen hier met de spanning in de keel zit. Zo. Wat gaat dit worden? Maar wil ik zeggen, Arnold, we hebben vaak nog gezien in Duitsland dat hier heel vaak een hometown boxer met de zegen naar huis gaat. Dat heeft hij niet verdiend. Ja. Dat weet je wel. Dat klopt. Dat zou de eerste keer zijn. Ja, ja. Dus nu goed. Klitschko. En dit is een world title fight met alle grote bronnen waarin iedereen vertegenwoordigd is. Ze kunnen zich nu iets veroorloven hier een schandaal te krijgen. Maar tegelijkertijd, wie er wordt, er wordt iemand heel boos aan. Wie er wordt. Voor mij een close fight. We go to the scorecards. Cesar Ramos scores at 115 to 112. The same score from Raul K. Senior, 115-112. Very nice. And Ramon Cerda scores at 116-111. All three scores to the winner by unanimous decision. From the United Kingdom. Yeah. Yeah. Exactly. Exactly. Yeah, it is true. Zag je een soort patroon komen, de zekerheid ging weg bij deze Klitschko. Hij groeide, hij zijn ondanks stijl, zijn voorkomen lak hebben aan de capaciteiten van Klitschko. Zijn grootste rust staan, onzekerheid groeide en wat gebeurt hier aan de Fred, ik denk twee momenten, ik had 7-8 ronden waar Klitschko zich omdraait, dat is één moment. En die ene laatste ronde, zeg maar, die twee keer die linkshoek, ja. Heel afgestapt. Een spectaculaire ontknoping van een geweldige boxavond hier in de Esprit Arena in Düsseldorf. En kijk eens even, ja, hij wordt bedolven onder alle belt, onder de WBA, de WBO, de IBF en de IBO. En World Heavyweight Championship belt. Jongen, 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 jongen. Kijk eens even hier. You look good coming in, you really, really
drag me. Anyone just wants to say to Vladimir, you're a great champion, Vlad, and thanks very much for having me. You know, it was all fun and games and in the build up. I just wanted to be confident. You're done with the gods here, we all were there sometimes. So, I promise everybody, I'll sing a song after this fight. And it can't be easier than that. UK fans, my Irish fans, my American fans, and my new German fans. Amongst them all, it's a dedication to my wife. What a show, was it? Just to see you breathing. Watch you smile while you're sleeping. While you're far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. De wereldkampioen, de nieuwe wereldkampioen in het zwaargewicht, Tyson Fury, die niet alleen zijn tegenstander verslaat, maar ook nog even een liedje gaat zingen. En hier is de reactie van Klitschko, maar wat ik zo bijzonder vind, nee, hoef je niet meer naar te luisteren. Ik wil naar de mannen hier luisteren. Of we gaan even luisteren. Ja, ik ga even luisteren. Tyson, zo ben ik zo snel, voor zijn grote, hat heute Gas gegeben, hat das Beste gegeben. Ich habe wirklich nie geglaubt, dass er das schafft. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft und das finde ich auch fair, dass sie seine Leistung hervorheben. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ihnen fehlt so der Schlüssel zum Kampf. Haben sie gemerkt, sie finden irgendwie kein richtiges Mittel heute, um ihn zu schlagen, auch zu stellen. Die Schnelligkeit hat mir gefällt. Er war, glaube ich, schnell und flink. Und ich konnte nicht die richtige